STOWA, regionale waterkeringen. 2022. Veiligheidsbenadering. De Rotte. Je hebt hier een gebied wat steeds verder ontwikkelt, waar de waarde steeds meer toeneemt. Dus als er een overstroming is, wordt de schade steeds groter. We staan bij de wijk Ommoord. Die zie je hiernaast, een van de druk bebouwde wijken van Rotterdam. En tussen de Rotte, die op NAP-1 ligt, en de polder zit zo'n 5 meter hoogteverschil. De kering was in de vorige toetsronde afgekeurd op binnenwaartse stabiliteit. Dus daarom is de kade versterkt met klei en netjes weer in profiel gebracht. Hij was nog wel hoog genoeg. En nu voldoet de kade weer helemaal aan de huidige normen. De huidige normen gaan alweer een hele tijd mee. In de tussentijd heb je bijvoorbeeld bij de primaire keringen een hele nieuwe norm gekregen, een hele nieuwe benadering van waterveiligheid. En dit was een goed moment om te kijken van, past de huidige waterveiligheidsbenadering voor de regionale keringen nog wel? Hoe we die pilot eigenlijk hebben ingestoken is dat we hebben gezegd, we gaan eigenlijk blanco beginnen en we gaan gewoon op zoek naar een nieuwe veiligheidsbenadering. En hoe zou zo'n nieuwe veiligheidsbenadering voor een regionale kering als hier de Rottekade, hoe zou dat eruit kunnen zien? De huidige praktijk gaat eigenlijk uit van de boezemwaterstand, dus de waterstand op de Rotte in dit geval, dat is het drijvende mechanisme voor stabiliteit. Dus daar regelen we eigenlijk alles op af. Nou, we hebben dat anders gedaan, we zijn aan de slag gegaan met fragility curves. En we hebben gezegd, die boezemwaterstand die is helemaal niet zo belangrijk voor stabiliteit. Die phreatische lijn in combinatie met eventuele verkeerslast is veel belangrijker. En we hebben fragility curves dus zo ingericht dat we dat ook op een juiste manier hebben kunnen schematiseren met juist die twee belastingen als de drijvende component. Waardoor de berekening die je uiteindelijk maakt veel beter recht doet aan het werkelijke gedrag van de kade. Bij het bepalen van de gevolgschade hebben we veel breder gekeken dan we eigenlijk in de huidige praktijk doen. We hebben namelijk niet alleen maar gekeken naar de inundatieschade hier direct in de polder, maar we hebben bijvoorbeeld ook gekeken naar keteneffecten, bijvoorbeeld door uitval van vitale voorzieningen hier. Dit kan effect hebben op andere polders. En ook hebben we gekeken naar schade aan het boezemstelsel. Is dat bijvoorbeeld nog relevant? Dus we hebben eigenlijk veel meer soorten schades meegenomen dan we in de huidige praktijk doen. Daarbij hebben we wel van grof naar fijn gewerkt. Dus we hebben niet zomaar gezegd, we gaan alles in detail bepalen. We gaan alleen die schades in detail kwantificeren die daadwerkelijk significant kunnen zijn voor onze norm. Nou, uiteindelijk bepaal je dus één gevolgschade, waarin je dus al die verschillende schades die je hebt beschouwd, wel of niet significant, die neem je mee. Daar bepaal je één schadebedrag van en dat dient eigenlijk als input in een kostenbatenanalyse. En op basis van die input, die schade is de input daarin, en aan de andere kant staan de investeringskosten van een dijkversterking. En daarin ga je de afweging maken, wat is nu de optimale norm voor die kering, waarbij mijn totale kosten, dus de investeringskosten plus het overstromingsrisico, minimaal is. Juist door gewoon een keer aan de slag te gaan en een locatie op te pakken en helemaal door te werken, ontdek je wat de mogelijkheden zijn, wat de voor- en nadelen zijn van verschillende benaderingen.